De winterslaap voor de rallyliefhebbers zit er alweer op. Het nieuwe Crown Oil Belgian Rally Championship, het BK zeg maar, begint traditiegetrouw in Haspengouw. En het is feest in Sint-Truiden, want we zijn aan de 25e editie toe van de Rally van Haspengouw. 80 combinaties komen er aan de start. Er komen maar liefst 13 wedstrijden dit jaar, opgedeeld in twee niveaus. De championship events, waarvan de Rally van Haspengouw er één is, en de cup events. De championships zijn kort gezegd de grotere wedstrijden, de cups zijn dan de kleinere wedstrijden. En de deelnemers die mogen in totaal 7 resultaten inbrengen, waarvan minimum 5 uit de championship kolom en maximum 2 uit de cup kolom. De kampioen van 2022, de Fransman Stéphane Lefebvre, is dit jaar niet ingeschreven. Het zou dus een open strijd kunnen worden. Gino Bux, de vice-wereldkampioen van vorig jaar, mag met het nummer 1 starten in zijn Volkswagen Polo. Maar dit is misschien wel de favoriet, Adrien Fernemont, de kampioen van 2019 en 2021, achter het stuur van een Skoda Fabia R5. En ook met de ervaren Chris Prinsen moeten we altijd rekening houden. Terug van weg geweest met een Citroën C3. Hij kent de streek hier als zijn broekzak en zal zeker willen meestrijden vandaag. Ik ken het parcours hier ook wel, natuurlijk zijn van voordeel. Ook de weersomstandigheden, zo, we weten wel een beetje. Oké, maar ja, uiteindelijk, het is een auto, ook, het heeft ook 4 wielen, 3 pedalen en een stuur. Dus op zich, iedere auto tot op 90-95% is eigenlijk niet zo moeilijk. Maar dan die laatste gaan zoeken, dat is altijd het probleem natuurlijk. We volgen ook met aandacht de prestaties van Maxime Potig met de Citroën C3. Vorig jaar groeide hij in het kampioenschap. Hij is ook behoorlijk allround. Cédric Cherin komt dit seizoen aan de start met een Hyundai i20. Hij begint met ambitie aan dit WK. En dan is er nog een pleiade aan Porsches met Marvin Haraar, Glenn Janssens, Henri Schmelcher en Gunther Molles als belangrijkste namen. De eerste boekel was redelijk vettig, weinig tractie op de Porsche, een beetje verkeerde bandenkeuze gemaakt ook. Maar nu gaat het goed. Op zaterdagochtend om 8 uur beginnen we aan 137 kilometer tegen de chrono met 3 lussen van 4 klassementsproeven. Om te beginnen met de proef in Walshoutem, 10 kilometer, geen rondkoers dit jaar, wel het vertrouwde beeld van de passage langs het kapelletje. En ook de waterplas die vorig jaar deze Adrien Fernemont nog verraste, is er nu niet meer bij. De hoogspanning die we verwachten komt er meteen op de eerste proef, waar Chris Prinsen en Maxime Potti exact dezelfde tijd neerzetten in de blubber. Vreemd, want Prinsen rijdt op sliks, Potti op regenbanden. On sait dans le rythme, on va essayer de continuer à rester dans le rythme, pas faire de faute, et puis après on verra où ça nous mène sur la fin de la deuxième boucle. Na het duo Potti Prinsen volgt de Franse Belg William Wagner in een Volkswagen Polo. Al vond hij zelf dat hij te pessimistisch was in de notas. Dat zijn dingen die de co-rijders opstellen om het traject en de snelheid te bepalen. Wagner komt elk jaar meedoen in het begin van het Belgisch kampioenschap om op te warmen voor het Frans kampioenschap. De conditions comme on aime, compliquées. Au moins, on arrivera bien préparé sur le rallye du Touquet. C'est le but. On teste des choses sur la voiture. Adrien Fernemont is eerder voorzichtig begonnen. Hij kan leven met plaats 4 na de eerste klasse mensproef met de Skoda Fabia Evo. Het is niet echt verrassend, maar ook streekrijder Jonas Langenakes nestelt zich met zijn Mitsubishi Evo 7 meteen in de top 10. Hij weet dan ook elk steentje liggen hier. Momenteel staan we op een 7e-8e plaats en we mengen ons een beetje tussen de R5'en. En ik denk voor ons dat dat persoonlijk heel goed is. Ja, je rijdt hier wel echt een thuiswedstrijd natuurlijk. Ja, dat is jaarlijks onze thuiswedstrijd en dan willen we altijd natuurlijk het beste van onszelf geven. Dus gelijk ik zeg, momenteel heel goed en als we nog een beetje kunnen verbeteren, zullen we dat zeker niet laten liggen. De eerste proef eindigt op een valse noot. Nicolas Stampaert gaat van de baan met zijn Skoda Fabia van team PTR. Zijn rechter voorwiel is losgeraakt, de anderen moeten uitwijken. De rest krijgt een normtijd. Jammer ook voor de vedette van deze rally, Tom Boonen in een rallywagen, jawel. De Tom Boonen naast Erwin Mombaerts bij de Historics in een Lancia Delta Integrale. Dat alleen al is jeugdsentiment.
Hij kan zijn eerste rit dus niet vol uitrijden, maar hij amuseert zich wel. Tom Bonen, een rallywagen, hoe ben je daarin terechtgekomen? rallyrijden was eigenlijk altijd iets van de dingen dat ik moest afvinken van mijn to-do-list. En vorig jaar in de zomer vroegen ze me dan een bastonje mee te rijden, in het begin van het jaar dan. En ik zeg, allee, dat is misschien de eerste keer zo een goeie probeersel om eens te doen, want dat is een redelijk grote stap, omdat ik ken ook eigenlijk niemand die een rally, buiten een paar piloten. En dat was zo goed meegevallen en ik ben er zo content van geworden dat ik zeg, ga Aspen, gaan we ook meedoen. En ik denk dat ik er dit jaar nog wel een paar ga meerijden. We rijden even mee met Tom Bonen aan boord, naast een co-rijder of navigator. Voor hem is dat toch een nieuw gegeven. Ja, dat is wennen. Maar we hebben heel veel geoefend en dat gaat eigenlijk al echt goed. En notities zijn zo zelf gemaakt en veel tijd ingestoken. Gisteren van 8 tot 8 bezig geweest met verkenningen en notities en alles afwerken ook. En vandaag was het goed. Ik heb wel twee proeven echt heel goed geweest. En dan ene keer een foutje in de eerste, waar ik een paar seconden verloren ben. En dan net ook even een foutje van een seconde of 5. Dus het is haasje over om de winst bij de Historics. Dit is dat bange momentje van Tom Bonen. Even goed opletten. Even het decor in. Maar hij kan gelukkig verder. Na Walshoutum ligt er weer 10 kilometer klaar in Gingelon. Een rondkoers, een nieuwe proef. Alhoewel sommige teams het parcours zullen kennen omdat ze het gebruikten als testomloop. Hier Olivier Breitmeier in zijn Ferrari 308. Maxime Potti bevestigt in Gingelon zijn leidersplaats met een tweede scratch. Prima start van Potti en co Renault Herman, de Citroën C3 op kop. Vorig jaar liet Cédric Charin op het einde van het seizoen al knappe dingen zien. Nu moet hij bevestigen met een Hyundai i20, al zijn de omstandigheden verre van ideaal. 100 meter, gauche absolue. Gauche absolue pour droitier. De derde etappe in Boekhout is zowat een kopie van de voorbije jaren. En Chris Prinsen, die anderhalf jaar wegbleef van de rallies, doet meteen weer mee voor de zegen. Ja, het gaat eigenlijk beter dan ik verwacht of gehoopt had eigenlijk. Het gevoel in de auto is goed. Het is juist op de echt vettige stukken ligt de limiet van de auto nog een heel stuk verder dan dat ik dacht, laat ik het zo zeggen. Maar het was toch anderhalf jaar geleden dat ik nog mijn R5 gereden had, dus ik denk dat we niet kunnen klagen. De KP van Gelme is met zijn 13 kilometer de langste in de buurt van het kerkhof van Gelme. Chinobux is de snelste. Na 4 van de 12 proeven staat Maxime Potti op kop met 6 seconden voorsprong op Chris Prinsen, 8 seconden op William Wagner en 10 op Chinobux. In de tweede lus gooit William Wagner alle remmen los met 1 tweede plaats en 3 scratches op 4. De Fransman voelt dat de overwinning er nog in zit en plots staat hij in het klassement op een halve seconde van leider Potti. Voor de tijd avec la différence d'une demi-seconde, c'est incroyable. Ouais, c'est sûr, c'est incroyable. Maxime est parti très très fort dès le début du rallye. On a jaugé, on est ici pour faire une séance grandeur nature. On prend pas non plus tous les risques. Je joue pas le championnat, Maxime joue le championnat, donc ce serait pas très intelligent de tout tenter de sa part. Je dis pas ça pour me laisser passer devant, hein, pas du tout. Mais non, c'est une très belle course. Il l'a dit quand même. Oui, oui. Mais après, voilà, c'est comme je disais tout à l'heure, comme William vient de le dire, lui n'est pas là pour le championnat, donc on ne va pas prendre trop de risques pour ne pas faire de bêtises, parce qu'on peut perdre un podium et des bons points au championnat. Even een blik op de nevencategorieën. Gunther Monnes staat op kop bij de GT's, de Porsches. De Limburger heeft in zijn Porsche 991 zijn rival Marvin Horaar in de Porsche 997 uit het wiel gereden. En Glenn Janssens maakte te veel foutjes. Bij de junioren is Jonas de Wilde de primus. Na 2/3 van de rally heeft hij in zijn Renault Clio afstand genomen van de Brit Fraser Anderson, die ook ingeschreven is in het Belgisch kampioenschap. Compared to the UK, the events here are about 3 times the length and it's not that much more expensive to do them. So we decided this season it'd be best to head over here and gain some tarmac experience, because I primarily have been on gravel.
learning tarmac has been interesting, especially here. Dit zijn de mannen in de M-Cup, de competitie voor BMW's, en ze zijn met een flinke bende. Voorlopig schiet Patrick Diels de hoofdvogel af met zijn BMW E87. Lange tijd lijkt het een duel te worden met Bjorn Six, maar die moet afhaken in zijn BMW M3. In de categorie Historics, beide oudjes dus, en dan hebben we het over de wagens, staat Dirk De Veu aan de leiding in een Ford Sierra Cosworth. Op plaats 2 Tom Bonen achter het stuur van de Lancia Delta Integrale. Bonen die op een dag veel heeft bijgeleerd. Jammer van dat probleem met de gaskabel die hem veel tijd deed verliezen. Alles was heel goed tot de voorlaatste KP en dan hebben we de gaskabel kwijtgespeeld. En we moeten stoppen, 3 minuten verloren, dus heel zonde, want anders waren we nog in strijd geweest. Nu het laatste blokje, dat is meestal wel de beslissing wel. Voor de algemene overwinning bij de Historics, maar dat zal nu moeilijk worden, denk ik. Maar ik voel me lekker goed, het was heel leuk al. En we hebben allemaal wisselende omstandigheden gehad. Met sliks op nat, met regenbanden op droog en top gereden, al heel leuk gehad. Paniek bij Adrien Fernemont, die in een van de laatste bochten van de zesde proef te veel snelheid heeft en het niet meer kan corrigeren. Hij komt met een gehavende en rokende voorkant toe. De wagen is flink toegetakeld. Einde verhaal. Je rentre un peu trop vite dans un virage, je perds l'arrière et je rentre dans un champ labouré et puis j'ai de la chance de pas partir en tonneau mais le radiateur est percé donc c'est fini. Bij het ingaan van de laatste 4 KP's is het nog spannend om plaats 1 tussen Potti en Wagner en om plaats 3 tussen Girard en Bux. We gaan de prijzen uitdelen. Bij de Historics moet Tom Bonen de duimen leggen voor de ervaren Dirk De Veu in de Ford Sierra Cosworth. Zo iemand in je achteruitkijkspiegel, dat is interessant denk ik. Hè, voor de... Het is altijd een verrijking als iemand een dergelijk figuur bijkomt in onze rallysport. Hè. Winnaars in de M-Cup zijn Patrick Diels met zijn co Stijn Aper in een BMW E87. De bloemen bij de junioren gaan naar Jonas De Wilde en Jeffrey Van den Bussen in een Renault Clio. Een eervolle vermelding voor de 21-jarige Charles Münster, 9e algemeen in zijn Hyundai. En dan de spannende top 4. Gino Bux moet tevreden zijn met plaats 4 op 32 seconden in een Volkswagen Polo. Net op het podium nog Cédric Chagin. Aan een sterke serie bezig, hij gooit een Hyundai i20 in de strijd. En dan dat nagelbijtend duel voor de eindzege. Na 10 van de 12 proeven staat Potti nog een seconde voor Wagner, maar dan wipt de Fransman er voorbij. Troostprijs is wel dat Wagner niet meedoet in het Crown Oil Belgian Rally Championship en Potti pakt dus de volle buit in het kampioenschap. De zege is dus op het nummertje voor de Fransman William Wagner met navigator Kevin Bronner. Zij zijn klaar voor het Franse seizoen. Ze reden een foutloze rally in Haspengouw in hun snelle Volkswagen Polo. J'avais vraiment peur de faire une bêtise sur le gras et on a resté concentré. On était là pour travailler. On a engendré des kilomètres avec la voiture et c'est de bon augure pour la suite. Over 3 weken is er de 2e etappe voor het WK, de South Belgian Rally.